Wat is de aanleiding geweest om de sponsoracties van wandelaars te gaan coördineren via de Vierdaagse Sponsorloop? Nou, dat is een jaar of vijf geleden is de stichting door de Vierdaagse organisatie in het leven geroepen. En de reden daarvoor was eigenlijk dat de Vierdaagse organisatie zag dat er voortdurende beroep ook op hen gedaan wordt om het goede doel, een goed doel aan te wijzen dat als sponsordoel voor de Vierdaagse organisatie zou kunnen zijn. Maar dat zou voorbij zijn gegaan aan het feit dat de Vierdaagse een sportief element, een sportieve uitdaging is en een sportactiviteit is en niet een sponsoractiviteit. Maar toen heeft de Vierdaagse organisatie gezegd van wij zien dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk voor goede doelen willen lopen. Wat we gaan doen is om die mensen te gaan faciliteren. En dat is wat gebeurt via de Stichting Sponsorloop. Waaruit bestaat nou dat faciliteren? Eigenlijk op twee punten. Het ene is dat degenen die voor een goed doel lopen, dat goede doel zelf kunnen kiezen en zelf kunnen aanwijzen. Maar tegelijkertijd ook de gelegenheid krijgen om via linkjes van de Vierdaagse organisatie een eigen website te bouwen. Waar ze hun goede doel kunnen toelichten, waar ze hun wederwaardigheden tijdens trainingen naar de Vierdaagse toe, hun wederwaardigheden tijdens de Vierdaagse tocht kunnen weergeven. En het tweede belangrijke element is, ze zijn van alle administratieve overlast, humbug verlost, omdat je als deelnemer via onze sponsorstichting kan zeggen van potentiële donateur, kijk op mijn website, daar staat mijn verhaal en daar staat het rekeningnummer waar je bijdrage op kan storten. En vervolgens de garantie hebt dat 100% van die bijdrage ook daadwerkelijk bij het goede doel terechtkomt. Daar zijn wij verantwoordelijk voor en dat garanderen wij als Stichting Sponsorloop. Onderscheidend van ons initiatief en van de Sponsorloop Vierdaagse is dat wij het evenement zijn dat verreweg de grootste opbrengst heeft, zowel in termen van geld als in aantallen deelnemers, vergeleken bij sportactiviteiten die weliswaar ook niet sponsoring als hoofddoel hebben, maar dat ook als een nevenactiviteit zien. Maar dan scoren wij verreweg het beste. Ja, dames en heren. Heel veel wandelaars in 2017. En het mooie is dat er een heleboel wandelaars zijn die ook nog voor het goede doel lopen. En zij hebben met elkaar ruim een half miljoen euro bij elkaar gelopen. Gert, gefeliciteerd met deze opbrengst. Ja, dat is niet zo.